De technische sector wil graag meer vakvrouwen aantrekken. Daarom werden dinsdag 12 november de Femtech Bedrijven Awards uitgereikt in Zeist. Een vakjury beloonde bedrijven die zich inzetten voor vrouwen in de technische sector. Ik denk dat techniek nog steeds een heel mooi vak is, waarvan onderschat wordt hoe interessant het kan zijn. Geweldig, verrassend. Ja, super leuk natuurlijk. Ja, bekroning zeg maar op het feit dat wij het nut ervan inzien om meer vrouwen de techniek in te krijgen. Ja, natuurlijk mooie waardering voor het bedrijf en voor de dames die bij ons aan het werk zijn. Volgens organisator Techniektalent.nu is het werven en behouden van vrouwen in de techniek van groot belang. In de eerste plaats is er enorm tekort aan vakkrachten in de techniek. Dus de vrouwen horen daar ook helemaal bij, want het is echt alle hens aan dek. Maar daarnaast is het natuurlijk ook nog heel belangrijk dat we veel meer vrouwen in de techniek hebben op beslisposities. Want ik ben ervan overtuigd dat met meer vrouwen in de techniek de economie een verdere boost kan krijgen. Als je als vrouw bijvoorbeeld, heb je net weer andere inzichten vaak dan mannen. Dus dat vind ik leuk werken. Mannen hebben kwaliteit, vrouwen hebben kwaliteit. En als je dat samenvoegt, dan heb je alles. De uitreiking was onderdeel van het evenement Femtech 2013. Technische vakvrouwen verzamelden zich daar voor verschillende workshops, waaronder een van Barbara Barend. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden als je sommige cijfers ziet, hoe weinig vrouwen er in bepaalde beroepen zijn. En ik denk dat het goed is dat we daar wat aan veranderen, want ieder onderzoek wijst uit dat diversiteit voor een team, voor een beroepsgroep alleen maar goed is en alleen maar de boel verbetert. Volgens de organisatie waren er dinsdag 300 vakvrouwen aanwezig op het evenement.